Hebben wij in Nederland ook zo'n moment gekend, hè, dat wij zulke kleurrijke figuren hadden in de politiek die wel een beetje hierop lijken? Nee, dit dat er altijd wordt teruggegrepen naar vroeger. Want toen was het allemaal beter en toen was het leuker. Ja. Wiegel en zo bedoel je dan, als politicus? Of? Ja, bijvoorbeeld. Dat, ja. Hè, je hebt dan dus al Boer Koekoek wordt er was naar teruggegrepen. Maar ja. Ik denk dat wij nu ook wel grappige momenten hebben. En dat wat vind je van Dijkhoff als speaker, of als prater, als debater? Ik vind het... waar ik hem wat minder goed in vind, is dat hij weinig kleurrijk is. Dus hij heeft één stand waar hij goed in is. Dat is een beetje de sceptische, rustige, beschouwende stand. Ja. En dat doet hij heel goed. Maar ik vind, wil je in het debat sterk zijn, dan moet je kunnen schakelen. Dus dan moet je ook een ander standje hebben. Dan moet je ook een keer je echt boos kunnen maken. Je moet ook een keer een andere stijl kunnen spelen. En ik vind dat hij, maar puur debattechnisch, dat hij niet zo goed kan variëren in verschillende stijlen. En kan hij dat nog leren, denk je, of is dat te laat? Jawel, ik denk dat je, ja zeker. Dat kan hij bij jou leren? Bijvoorbeeld. Ja. Nee, maar je kan daar zeker in groeien. Wist je trouwens dat Jan Dino... Meer zien? Ga naar bnr.nl.